Welkom bij de Paddock, de Formule 1 Podcast van Play Sports. Het seizoen is nu officieel begonnen. We hebben de eerste grote prijs van dit jaar gehad. De grote prijs van Bahrein. En het seizoen is begonnen zoals het vorige is geëindigd: met een overwinning van de regerende wereldkampioen, met een overwinning van Max Verstappen. En zo'n eerste weekend dat zorgt dan automatisch voor veel te vroege conclusies. Alleen, Sam de Jonge, kunnen die conclusies nu misschien wel eens een keer kloppen? Of toch niet? Ja, dat gaan we misschien in de komende raceweekends uh, kunnen staven. maar... Het ziet er in ieder geval voor Red Bull heel goed uit. En ik denk dat alles wat erachter gebeurt, dat die teams zelf nog redelijk zoekende zijn. Um, en dat zegt dan misschien iets over de voorsprong die Red Bull nu al heeft. En misschien kan doortrukken doorheen het jaar. Um, ik denk dat het achter Red Bull wel spannend kan zijn. Dus dat is misschien nog wel leuk. Maar dat is spannend maar... als je al zegt: achter Red Bull kan het spannend zijn. Dat is hoe we het eerste weekend een beetje hebben moeten beleven. Um, maar goed, hè, niet te vroeg. Uh, inderdaad, conclusies pakken. Okay, voor we het daar verder over gaan hebben, moet je misschien de gasten vandaag even voorstellen. Yes, inderdaad. Uh, goede vriend van mij. Uh, en, en, en een paar stevige stronken, hadden we vorige keer ook al gezegd. Dat leidt aan stronken naar bomen. Uh, en hij heeft sinds kort een nieuwe passie. En hopelijk krijgt hij misschien daar, misschien of misschien niet, de bijnaam Tom Bomen. Ik hoop het voor hem niet. dus welkom. Dank je wel. Dag Tom. Even kort, dat status, status, Tom Bomen, boomverzorging. Nee. Nee, ja, wanneer? Dat vind ik heel ja, goed. Kappen. Dat vind ik heel goed. Bij deze, Tom Bomen, goed bezig. Het is, het is een mooie verwijzing naar uh, het stukje in Sportweekend dat we een paar weken geleden gezien hebben, van uw, uh, uw startende rallycarrière. Ah, ja ja ja, dus denk, oh, ik, 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 ik denk dat Sam ik, daar naar verwijst. Ja ja ja, Inderdaad. de appelboomke. Ja. Maar uh, was volledig oké okay, trouwens. Ik heb uh, het, kunnen redden. Die nee, was supergoed geweest, dat was leuk geweest. Twee twee keer zo'n klein foutje, maar als je dan ziet uh, hoe dat parcours er al nou lag. en uh, de rest van het veld, ja, wel, dat die hebben ja. we meegemaakt. viel viel dat nog goed mee? Uh, maar dat is mega leuk. Hè, Goh, ik heb er iets ontdekt. Gevaardig. Toffer dan op een circuit rijden. Ja, ik heb tegen Sama <laughs> gezegd, ik wil hem heel graag eens in een rallywagen steken, dat ze moeten eens moeten komen meedoen, het is echt super super leuk. Zie je dat zitten Sam? Het is veel intenser gewoon. Als ik mag sturen wel, uh, maar ik ga er niet naast zitten. Allee, ja. Dat heeft niet met hem te maken, maar gewoon... Ja. Uh, zoals co-piloot, dat is, dat is toch wel een heel aparte job. Het zijn aparte gasten. Ik moet zeggen, uh, ik, zou, ik weet niet of ik het ooit zou willen doen, maar ik denk ook niet dat ik het zou kunnen, want ik, uh, je moet denken, dat, dat gaat echt hard. En uh, je zit naar beneden te kijken. Hè. Als ik in een auto moet lezen, word ik al antwoord. <laughs> gewoon als ik aan het lezen ben, zo van ik ah, gewoon even boeks gelezen, dat gaat gewoon niet. <laughs> en die mannen moeten daar nog eens eigenlijk concentreren. Dat dat Allee, je hebt, denk ik, drie notities per pagina. Dus je moet op blad omdraaien, je moet zien wat je zei. Dat gebeurt heel veel tegelijkertijd. En een uh, foutje van de co kan ook bepalend zijn. Hè, want uh, de helft van die bochten, ze kunnen niet doorkijken. Dat je moet ben... volledig vertrouwen in elkaar hebben. Hè? Ja. Ja. De eerste rally die we gedaan hadden samen, was dat er nog niet. En nu was dat er al wel. Um, maar dat moeten we nog ingroeien. Ik jaar... kan nog wel wat rallies rijden, maar uh, ik wil dit jaar PK proberen te, te winnen. <laughs> en dat is bij de historisch wel. Hè? En uh, dit jaar gewoon keihard leren, en zie je wel. Mij lijkt het echt doodeng, eerlijk gezegd. Een wel... rallyauto's, ja, die wegen zijn zo smal. Er staan ja. mensen naast het parcours, die bomen die in de buurt komen. Een, een parcours lijkt mij een iets veiliger gevoel te geven dan een rallywagen. Ja, ja. maakt het natuurlijk ook weer interessanter dat er geen marge is. Hè? Ja. Er is geen marge. Hè. Dus, uh, en minder voorbereiding moet... uiteindelijk. Je hebt geen voorbereiding. Dat is wat aan mij eigenlijk ook al aanstelt. op een bepaald stukje ervan. Ik denk, in uh, bijvoorbeeld. <tossimus> had ik uh, 15 kilometers met een auto gereden. En dan start ik zaterdags koud. Hm. Vol omdoem. <laughs> in de eerste KP. Alles wat erin zit. En eigenlijk weet je nog begot God niet wat die auto doet of kan. Of... Dus je moet echt erin groeien. Nu ga ik waarschijnlijk wel met dezelfde auto het seizoen verder afwerken. Dus dan stapt dat iedere keer wel wat iets anders bij in. Maar je hebt er geen voorbereiding, je kunt niet trainen. Dus uh, het is gewoon wat je kunt. En studeer jij zelf en, ook de, de, de parcours eigenlijk? Of is dat puur de kooi uh, die dat beslist? Nee, nee nee, dat doe je zelf. Uh, dus je doet de verkenningen en de verkenning begin je notities te maken. Dus ik dicteer, ik rij en ik dicteer uh, wat ik wil dat erop staat. En dan uh, doe je nog nog een tweede run en dan begin je aan te fine-tunen. Maar dat is allemaal gewoon op straatsnelheid. Dus je komt over een crest aan 50 per uur en je zegt, dat is vol. Dat is vol. Ineens, de eerste, 50 wel. De eerste, ja, ja. de eerste keer dat je erdoor komt, vol, is dat soms niet zo. Goed. Dus ik heb al twee keer met mijn vierwielen van de grond uh, in de lucht gegaan ook. Dan is ik, alles vol. Dat, dat, dat met name een broek vol was. Maar uh, dat is keipele Ik Code bruin. Je, moet wel, allee, je, je houdt wel marge. Dus denk, hoe, hoe kleiner dat je de marge kunt maken die je nog houdt, allee, hoe, hoe een betere rallyrijder dat je kunt zijn. Maar natuurlijk, bij mij is die nog groot. Maar ik, ben, allee, ik stond doe mee met de beteren. Dus uh, ik stond weer in het kampioenschap. Een paar van die proefjes kunnen winnen al. Dus ik denk, kan me dat wel blijven in amusement. Ja, zou jij dat mogen doen, Sam? Als je, uh, met je contract die je nu hebt. Ben je ja, is, ja, ik denk dat wel. Allee, ik bedoel, dat moet ik denk ik altijd met de mensen bespreken waar je mee samenwerkt, Dat iedereen er zich goed bij voelt. Maar het is meer, ik bedoel, autosport, hebben we zo vaak al gezegd, is natuurlijk uh, een dure sport. En als je nog in je actieve carrière zit op circuit. Dan is er eigenlijk al zeker geen geld over om, om, om zoiets te gaan doen. Ik zie dus... wel een mooie reportage in, eigenlijk. Jij die, het... jij die gaat proberen tegen Tom. <laughs> ik vind dat heel. Ik ben niet, ik ben niet ik denk, uw copiloot. Niet. Ik denk dat ik hem los op zijn doos geef. <laughs> is <het> echt? <laughs> ik weet niet. Het uh, is compleet we we anders. Zien, Je kunt die twee echt niet vergelijken. Het enige dat, dat er gelijk aan is, dat hij met een auto is. Maar de, de beleving is compleet <laughs> ja. anders. Dat hangt, dat hangt bij mij veel meer aan, aan wielrennen. En zo dat je die kijk krijgen op dat parcours, ja, de mensen natuurlijk ook, want je hebt fans echte fans die aan de kant van de weg staan, oh, als je door doorkomt, en je zet je dat is dwaas, die worden zot, dat is plezant. <laughs> uh, maar ik denk psychologisch ook dat dat gewoon ja de barrières voor dat je door moet ofzo. dat je op circuit veel meer met dat rijden op zich bezig bent, in plaats van die, 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 die vloeiende lijn te zoeken van, ik weet het niet. Ja, ik denk gewoon, het is gewoon een, compleet anders. Het is een beetje een verschil tussen. Perfectionisme en improvisatie. Ja. Het circuit probeert het perfect te doen. Hè. Elke ronde heeft een kans om opnieuw en, dezelfde bocht beter te maken. Ja. En dat, is, dat is het hele proces. En dat is ook waarom de verschillen natuurlijk zo klein zijn. Hè. In de rally zijn de verschillen wat groter. Op topniveau is dat ook eigenlijk allemaal dicht bij elkaar. Ja, ik je net zeggen, want die, die uh, 21.6 seconden verschil over ja. de 140 kilometer top. proef. Wat mij ze, in inderdaad. 140 kilometer ja. proef. En ik denk dat een top. Ja. Vijf op dertig seconden zat of zo. Dus die verschillen zijn mega klein. Die praten op, op tiende kilometer dat die mannen verschillen rijden. Maar ik dat daar die nood is, dat die daar zo goed zijn geworden, ja. dat, dat, inderdaad, dat bepaalt dan het verschil. Hè? Je op zich weer een kans om, om het veel te doen die ronde. Maar in rally denk ik dat die voorbereiding dan super belangrijk is. En dat is je veel beter alles. elkaar aanvoelt: van, ah, ik denk dat het een bocht zo is en zo is. En daar moet je ook wel er 100% in durven vertrouwen. Ja, voorbereiding is echt alles. Ik, ook systemen, want iedereen heeft zijn eigen systeem. Ik ontwikkelde eigenlijk een eigen systeem om te navigeren. En um, met een Herbert Mombaerts nu: dat is een, een man met alle, bak en ervaring. Super rustige gasten, ook klinkt heel goed. En we hebben nu zo zijn systeem waar geperfectioneerd, hoe ik dat beter aanvoel. Maar dat is een. Je schrijft in codetaal, dus je mensen navigeert gewoon, daar staan, Er staan codes op is zo'n blad, maar je doet het al 30 of 35 30 of 37 jaar. En je leest gewoon code af, om, om sneller te kunnen zijn en accurater te kunnen zijn. Dus, daar zit heel veel in, maar uh, de verschillen in, in rally zijn zeker niet dat dat groter is dan... Allee, als je iets meemaakt is het direct enorm groot, want je staat er ja. direct ja. een, minuut, een minuut of twee of drie minuten stil. Uh, maar het rijden is veel meer te vergelijken. Net zoals met wielrennen weer. Allee, je kunt de parcoursverkenning doen, de week verdien, Maar de dag zelf is dat parcours anders. Want de rijder, je rijdt 26ste. Uh, dus er zijn er 25 gepasseerd. Dus als je dat passeert in de rally. Ja, dat ziet er allemaal, die rijden alles kapot, die man. Die baan ligt overal <laughs> ja, sowieso, sowieso. modder, Want die pakken al wat couperen. Die, die smijten die baan volstaan. Dus mm. Dat verandert constant. en dat, dat maakt het dan natuurlijk weer interessanter. Dat je die interpretatie moet hebben en kunnen anticiperen. En een auto. Uh, in de problemen brengen zelf in de problemen brengen om, om, om sneller te zijn terwijl dat je op circuit soms per ongeluk in de problemen komt en dan moet beginnen oplossen mm. en de rally brengde mijn problemen en gebruikte dat en dat vind ik wel ja, leuk om te doen en voelde u extra goed op de kasseien? We, <laughs> we hebben nog <een> kassei <laughs> gehad en dat was een heel schoon passage, goed <laughs> een heel schoon passagiers <laughs> uh, uh, nee, dus, uh, leuke dingen ja oké okay. Sam voor het jaar gedaan is het is toch maar maart hè moet je het één keer geprobeerd hebben, vind ik. Okay ja gaan... 2023 duurt nog lang hè nog gaan... meer dan negen maanden en ja, we spreken dus met de Gino hè? ja inderdaad de Gino kennis Gino Zag heeft ook is, een aan, de BMW kan en een BMW uh, iets daar doen rijden, daar rijden we tegen mij in de klas in de groep Zee, ik A. zorg ik zorg eens voor, ik zorg dat ik kom een reportage daarover draaien als jij dat gaat doen oké om rond staan ja het is al betaald in de rallywagen Jij komt in de koffer liggen. ik, ik zie nooit dat ik bij u in de, de auto laag. zit hè? Echt, <laughs> op die auto het gevaar het gevaar gaat zijn die gaan nooit nog iets anders willen doen ken hem je dat dat soepel zijn vinden Nieuwe de, Ja, ga ik de merk uh, in Redent Racing wel ongelukkig. Het, is het, is het, no maar... het Is nog niet te laat hè? Je kan nee, nog switchen. Alles van je, kan je, nog. Hey. Alles kan nog. Oké. Okay, uh, Formule 1. Daar moeten we het toch over hebben. Ja. Uh, nieuwe seizoen. Tom, wat denk jij? Kennen we de wereldkampioen nu al? Nou, ik, we kwamen niet samen toe. Ik zeg, oh, ik had er zo naar uitgekeken, de anticipatie op de start, zo, op drie uur als we die horloge beginnen kijken. Uh, is de koers nog niet gedaan. Kan de Formule 1 al beginnen? <laughs> uh, maar dan starten die in alle vijf rondes van. Het zal, het, zal weer, het zal weer niet spannend worden. Maar ja, het, is, uh, het blijft autosport, er kan veel gebeuren. Uh, we zitten in het begin van het seizoen, er komen uh, nog een heel aantal evoluties aan op die auto's. Uh, het leukste was bij mij Fernando Alonso. Ja. Mm. Allee, kant en klaar. Ik denk uh, dat, dat er weinig mensen uh, nog maalden over Max of Checo, die dat dan uiteindelijk op, op een gemakkschand binnenkosten waren. En Fernando heeft de race gered, die heeft, het, die heeft het interessant gemaakt, mooi gemaakt, spannend gemaakt. Uh, verwachtingen gecreëerd, zou het misschien nog kunnen dat, hè? zo dat verhaal, het heldenverhaal. Dus uh, ja, dat was voor mij de man van de wedstrijd. Ja, zonder Fernando Alonso was het gewoon echt ja. saai geweest, moeten we zijn. eerlijk zeggen. Het was dominant van Verstappen, indrukwekkend, maar zonder Fernando Alonso was het gewoon een saaie race geweest. Hè? Ja. ja, absoluut. En er was ook bij Red Bull geen, geen inter-team battle. Hè? Ik bedoel, Perez die zat op een verre afstand van Max en Max die was... Uh, Cruisen is misschien veel gezegd, hè, maar die was gewoon onze checkpoints aan het halen de hele tijd. Ja, het moeilijkste uh, wat hij heeft uh, moeten doen was op het einde op dat podium rijden. Ja, inderdaad. Dat was echt het moeilijkste wat hij moest doen. Uh, zoals we <laughs> gisteren ook al zeiden, dat was een ramp. Uh, <laughs> schone beelden, maar, um, maar, maar ja, het is, het is... iedereen was denk ik bezig, en we hebben dat gisteren ook over gehad in de studio, van, van te kijken van hoeveel kunnen we uit die auto halen, en data verzamelen, en, en daarom ook wel wat veiligheid inbouwen. Enkel Fernando Alonso, die natuurlijk heel slim is en weet van. Als je een auto hebt die de eerste raceweekends wat voorsprong lijkt te hebben, dan moet je dat ook direct benutten. Want die andere teams die gaan vooruit en misschien hebben ze geen kans meer op een podium. Ik denk dat dat bij Aston Martin wel het geval is. Maar als je naar de andere teams kijkt, die marge om te groeien is misschien nog iets groter. Dat gaat misschien nog iets sneller gaan. Um, maar het, dus... is, het is nieuw voor Aston Martin. Zij gaan nu, als ze echt effectief gaan willen meedoen met de top 3 teams, gaan ze ook verder moeten beginnen ontwikkelen. En dat is wat, wat Red Bull al gewoon uh, is, wat Ferrari ja. soms gewoon is, wat Mercedes. Ze kennen dat daar bij Aston ja. Martin. Dat maar is zo, wel een zo nieuwe, zo nieuw is dat niet. Ja, maar nieuw voor, een voor een op team. dat niveau mee te ontwikkelen wil ja. ik zeggen. Hè. Met, dus om met die teams een, mee te doen. Een team die eigenlijk altijd mee, in een tijd dat er nog geen cost cap was, met veel minder middelen, uh, ook mooie dingen heeft ja, ja, gedaan. Absoluut. En, uh, Zit in team, DNA een team, wel een beetje. met heel veel geschiedenis. Dus ik, ik verwacht niet dat die gaan achterblijven op vlak van ontwikkeling. Dat denk ik niet. Maar, ja, en, en, ja, en, 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 en ook weer het figuur van Andaland. Daarom. Boven, dat, is, dat is gewoon een, een kern. Dat, dat is een drijvende mm. kracht die, die pusht iedereen pusht. Die hebben nu resultaat neergezet. Die motivatie in dat team is alleen maar gegroeid. Die hebben bevestigingen gekregen dat ze goed bezig zijn. En dan zit er zo'n stier bij die dan er altijd iedereen op het scherf van <tus> de sneeuw houdt. Daro. Maar dat dus, is toch dat die, die, die ik, mens, hoe gemotiveerd die is. Ja. Het lijkt wel een 24-jarige ja, rijder die in zijn tweede jaar in de Formule 1 zit. Maar ik denk, ik denk dat hij die, die altijd in de Formule 1 participeert om te kunnen winnen. Maar aan de andere kant besefte hij de laatste jaren ook wel dat die kans kleiner en kleiner werd. Hè? Dus, hij kiest om naar Aston Martin te gaan. Voornamelijk denk ik omdat er een mooi bedrag tegenover stond. Ongetwijfeld. Gaat dan naar dat team, kijkt en ziet: van oké, okay, er wordt hier zwaar geïnvesteerd door Lawrence Troll. En er is hier misschien wel een kans met talent dat er nu is. De mensen die ze hebben aangetrokken om iets te bereiken. Maar langs de andere kant moet je toch ook wel sceptisch geweest zijn. Want dat is een plan dat ze bij elk team hebben. En dat is een plan dat ze bij elk team ook kan Fernando Alonso laten zien als hij komt: van hé, met u gaan we iets kunnen doen. Ja, bij Alpine was het ook sowieso van. Voilà. Als je dan een race gaat en je ziet dat dat effectief werkt, ja, dan heeft die gast zo, ja, zo gefueld van oké, okay, die droom kan misschien waarheid worden en uh, ja, misschien kan ik deze jaar nog een race winnen. Leg de klasse van Fernando Alonso nu eens uit aan mensen die zeggen ja, dat komt enkel omdat uh, hij gewoon een snelle wagen heeft. Dat is, hij heeft gewoon nu een goed pakket, dus daarom mm. was hij snel. Ja, het is ten eerste iemand die heel vroeg in zijn carrière heel veel indruk heeft gemaakt. Dus Dat, dat zegt natuurlijk altijd iets over Roo talent, Ook in. Uh, in veel minder snelle wagens. Hè. Zeker bij Minardi, die als die startte, was, was geen goede auto. Deed hij ook knappe dingen mee. Um, maar die heeft ook andere uh, vormen van autosport gaan opzoeken. Hij heeft Le Mans gaan rijden, en heeft hij ook gewonnen met Toyota. Hij is Dakar gaan rijden, was hij ook goed. Um, en daar heeft hij verder en verder gekneed en gevormd. Hij was al altijd heel snel, maar hij was ook wel vaak heel egoïstisch. Um, die creëren ook wel vaak frictie binnen een team, hè. dus dat was dan eigenlijk zowel zijn slechte kant. Goed beginnen bij een team, dat hebben we wel heel vaak gezien bij Alonso. Heel maar dat vaak. volhouden en die relaties sterk houden, dat dat voor beide wagens werkt en niet enkel voor zijn auto, daar was hij eigenlijk niet zo sterk in. En het lijkt, uh, want ik denk Chris of Gert zei dat gisteren ook, van het lijkt wel dat hij door die endurance races is te gaan doen, en Tom weet dat ook, dan rijden we drie, vier piloten samen, meestal drie. Het gaat niet enkel over hun tijd. Allee, het gaat eigenlijk niet echt over hun tijd. In moet moeten kiezen: dat is de snelste die op één ronde de rapste ronde, gaat, die gaat gaat doen. Maar in de race moet je eigenlijk zorgen dat, dat alles is aangepast op degene die het minste snel gaat hè, om te doen werken. En ik denk dat hij daar veel van geleerd heeft. Hij lijkt rustiger op dat vlak. Meer een teamplayer. Um, en het, is, het zijn al die dingen samen dat hij hem zo goed maakt. En gewoon als je één ding moet pakken, is het zijn feeling. Hè? Als je die gast die rijdt, ja. dat lijkt wat hij met zijn handen de, de tarmac raakte. Dus. Ik denk vooral ook dat hij gewoon op een punt gekomen is, uh, leeftijdsgewijs, ervaringsgewijs. En die krijgt nu nog eens ene keer in zijn leven zo te, het gevoel dat hij de kans heeft om misschien kampioen te worden. Wat ja. dan nog discutabel is. Maar die combinatie van die verschillende factoren, dat maakt gewoon dat hij echt nu zweeft. Je zweeft zelf ook. Die had waarschijnlijk nooit gedacht dat hij ooit nog in een land ja, ging. Zetten, dat hij echt kon meevooraan strijden op, op regelmatige basis. Niet van die uitzonderingen dat het uh, opdrogende parcoursen zijn of natte parcoursen zijn, dat dat toch eens kwam. En ik denk dat dat je mens vleugels geeft en dat hij uh, gewoon supergelukkig in zijn leven staat momenteel. En dat hij daardoor ook minder bitsig is naar zijn team haalt, zijn team. En dat daar uh, wel een succes aan kunnen voortvloeien. En ik heb ook het gevoel dat de gunfactor voor Fernando Alonso gigantisch is. Ja. Dat is een hele tijd geleden anders geweest. Ja. Toen was hij niet de meest geliefde uh, rijder in de paddock. En ook bij, bij de pers en bij de fans was iedereen was erover eens. Mm. Natuurtalent, supersnelle rijder, kan alles uit een auto halen, maar het is niet dat je die het gunde om te winnen. En nu heb ik het gevoel dat dat helemaal veranderd is sinds een paar jaar. Omdat hij zo die motivatie blijft hebben, hebben we allemaal... Laat die ja. mensen maar, mens maar nog maar eens winnen. Een laat die maar vooraan meedoen. Is toch oké? Okay. Ja, ja, ik denk dat mensen. hoop is iets leuks en, en mensen teren daarop. En, en Fernando Alonso is uh, de laatste jaren dat hij terug in de Formule 1 zit. ook wel degene geweest die er bovenuit stak. qua in-manoeuvres en, en qua de openingsronde, dingen durven doen. In een Formule 1 die af en toe wel redelijk saai is. Steekt ja, hij, is hij er saai. bovenuit? Hij is nooit saai. Voilà. Nee. En dat is iemand die altijd committed is. Die geeft altijd. Meer dan 100%, die geeft 150% en mensen appreciëren gewoon de effort, denk ik. En wat er dan misschien achter de schermen intern in zo'n team gebeurt, hoe die zich daar gedraagt, we zien dat niet. En dat speelt dus ook minder mee. Je, maar je voelt wel dat het een andere Alonso is dan ja. Fernando Alonso die ploegmat was van Stoffel Vandoorne. Maar ik denk dat hij dat, op, dat, die, dat hij heel lang voordat hij dan hè, zijn pauze heeft ingelast, heel lang gefrustreerd heeft rondgelopen. Mm. Die Gaston heeft uh, hoeveel, twee, keer wereldkampioen? Ja. Ja. twee keer wereldkampioen, maar, maar, eigenlijk, hè? maar twee keer wereldkampioen. Allee, dat was dat tussen achtjes zetten. En dan heeft hij zo lang geprobeerd om dat pakketje in orde te krijgen, om nog eens die wereldtitel te bekampen, En dat is nooit gelukt. En die is gewoon gefrustreerd geraakt. Die heeft dan op een bepaald moment gezegd: ik stop ermee. Ja. Pak even afstand van alles. Die is inderdaad, wat Sam net zei, al die andere dingen gaan doen. Andere mensen gezien. Uh, andere insteken gekregen. Andere mentaliteiten meegemaakt. Ze uh, zijn in Dakar gaan rijden, Avonturen meegemaakt. Mee, met leuke mensen rondom hem en en samen afgezien, met manier van spreken. En die is teruggekomen en je ziet inderdaad, dat is een veranderende mens. is veranderd ja. en die krijgt nu in één keer terug een pakketje in handen. Niet in één keer, ik denk dat hij goed wist waar het naartoe ging. Ik, ik was ook geneigd om te zeggen, het is voor het geld, hij gaat nog een jaar zijn zakken vullen en dan zal het gedaan zijn. Maar ik denk dat hij het goed wist waar het naartoe mm. ging. En um, ja, daarom, ik denk, uh, alles is aanwezig. Uh, ze hebben alleen nog niet de snelste auto, maar het pakketje is wel daar. Hij was tevreden. Hè? Well, this is a lovely car to drive. Ik vind zijn ja. radioboodschappen ook beter en beter worden. Eigenlijk. <laughs> ja, ja, maar de rust. chill, hè? Nee, De chill? Rust, ja. want uiteindelijk... Uh, mm -hmm. Dat podium, dat is toch wel exciting. Je wilt dat niet verliezen. Je weet dan ooit hoe, dat, hoe, dat, hoe dat je banden ineens veel minder worden. De, de spreekwoordige klif dat je afvalt. Dus, maar hij was zo... Heel het weekend eigenlijk, vanaf de eerste training, was hij echt onder, mm -hmm. had alles onder controle. Dat hij ook zo vroeg tijdens de race zelf, van die laatste vijf rondjes. Uh, hoe zit het met Lens? Waar rijdt hij rond? Ja. Dat zegt alles eigenlijk over hoe hard hij op zich gemak hebt. de capaciteit was, dat er dan nog is om dat ja. te doen en ondertussen dus nog snel rond te rijden met dat ding. Ja, dat is het denkvermogen, is, al, is al, he? alles. Dat, dat is redelijk ongelooflijk. En misschien om het Aston Martin hoofdstuk uh, al deels af te sluiten binnen onze podcast. Wat hij ook zegt, en dat is ook wel een feit: <clears throat> zij hebben in de winter gekozen om een ander concept te gaan toepassen op die auto. Eigenlijk zijn ze Red Bull achteraan gegaan. Hè? Dat zie je ook okay, langs de buitenkant. Slim. In plaats van Mercedes. Ja, inderdaad. Perez, ja, in slink, plaats van Mercedes. Want ze hebben natuurlijk de motor, de gearbox, achterophanging van Mercedes. Dat is allemaal hetzelfde. Uh, maar ze hebben gekozen om een ander concept toe te passen. En dat werkt. En Peres zei ook in de, in de persconferentie: Het is leuk om drie Red Bulls op het podium te hebben. Dat is natuurlijk een, een goede grap, maar ergens klopt dat wel. En François Alonso zegt: van, Kijk, wij zijn in de winter van concept veranderd. Een aantal teams niet. Dus wij zitten hier ook met een nieuwe auto. Dat betekent dat er is ook bij ons nog heel veel groeimarge is. En daarin, als je het zo bekijkt, klopt dat wel dat het eigenlijk heel positief is. Dat zal zover staan. staan. Ja, dat heeft dan snel gedaan kunnen zijn. Maar dat ja, was positief start. over Lijnstro. In, ja, in de eerste ronde Lijnstro, hoeveel scheelde het? Een paar centimeter? of laat hij... hem hè, he. tikte tikt hem een beetje. Ja, he. het het had dat is zoveel erger. Klein tiksje inderdaad. Maar dat had echt erg kunnen zijn. Wat, wat dacht Stroll daar eigenlijk? Ja, ik smijt hem er gewoon Ik ik zie wel waar, <laughs> waar ik uitkom. Ja, ik denk, ik, ik denk even een brain fart gaat van. <laughs> 10 Meter later, en uh, dat, dat leek ook echt dat hij die ging afkegelen. Man, Want dat was, dat was... Volgens mij had hij net geremd met zijn voet scheef op zijn dikke ja, teen nee, die nee, gebroken is nee, en nee, zijn van zo. zijn rem gekomen dat van Keppijn. Dat, dat leek zo, ja. dat leek zo dat hij zich volledig miste naar ja, nee. dat rempunt of, dat er, of op zijn gas blijven hangen is of zo. Iets ging er daar niet goed niet Dat, dat is duidelijk, maar wij... en uiteindelijk kwam het nog goed. Charles, we zijn heel kritisch al geweest voor Lance Stroll. Hebben jullie nu meer respect voor hem gekregen nu we al het nieuws weten. Uh, twee polsen gebroken, oh, gebroken eh. dikke teen van zijn rechtervoet en nog geen nee, twee weken nee. geleden geopereerd geweest. Maar ik heeft weet, al een weekend ja, gereden. Het ja, hangt er ook vanaf aan wat je geopereerd hebt. Ik heb ook al uh, alle twee mijn polsen is gebroken. Het denk er ook vanaf... Allee, er, zijn, er zijn breuken in mijn pols die heel veel pijn doen bij bepaalde zaken, vooral bij impact, maar als ja, je dat intept en je kunt mee, dat niet aan naar mezelf sturen, en zo, hè. zoveel kracht komt er op dat stuurnummer. Hmm. Dus als je dat twee weken later... En dat is vastgezet en zo. Ik heb straffer dingen meegemaakt in het van mannen die gewoon doorheen met breuken. Op dat moment zelf. dus ik denk dat dat wel meevalt. Ja, ik denk... Anders ik... doe je dat ook niet. Je bleef goed op het einde van de race ook. Hè. Het was niet dat hij aan het keert aan het, het afzien was. Dus ik mm. denk dat ze een, een mooi verhaaltje. Was, maar ja, ik maar vri Vrijdag leek wel het wel meevalt. dat hij aan het afzien was. dan Zaterdag naar de kwalificatie ja, maar was, het moest zelf de zelf uit de auto zijn. geholpen worden. Hoe zou dat zelf zijn? Zoals is Semmel Hamilton vorige met <coughs> de purposing. Ik heb zo lot pijn. Nee, maar ik bedoel, ik vind wel dat je dat kaart ziet ik stoor me er zelf wel soms aan van alles wordt in sport of alles wat om bekende mensen gaat, wordt vaak geromantiseerd in de media. En als je dat bij die formuleringen ook ziet, alles, als die iets slim zeggen, dan wordt dat gedaan dat de slimste mensen ter wereld. Dus als dat iets grappig is, semi-grappig is, dan is dat plots hilarisch. Een beetje zoals bij jouw Kijk naar mijn woordnopjes. In een normale wereld zijn er totaal niet ja, allee, ik weinig grappig in. Een potas nog goed met ja, maar de rest. Pff. Maar wat ik wil zeggen is dat. dat ook zo'n verhaal is natuurlijk. Het is gewoon een verhaal hè, waar ze mee kunnen werken. Ja, maar er zal wel iets zijn. Hè? En hij zal wel pijn gaan hebben, maar ik denk wat jij ook bedoelt om is dat als je zelf een sporter bent, je zou toch nooit zeggen: ik kan niet rijden, ook al heeft ja, het ja, een maar, beetje pijn. Kijk, er zijn, er zijn, er zijn twee, nee, twee mogelijkheden. Of wil rijden, en dan ga we 100% en dan denk je dat het kan, of wil rijden niet, en dan weet je dat het niet kan. Ja. En als het niet kan, dan is het inderdaad echt iets dat ik hier doe. Maar als het iets of wat kan, dan weet je van ik kan tot aan de finish kunnen rijden en het gaat misschien zeer doen, maar ik kan dat, ik kan dat verbijten of ik kan mm. dat verwerken. En dat is niet voldoende pijn om mijn, mijn denkvermogen te gaan belasten. En wel, ja, als je die beslissing pakt, dan moet je ook niet gaan beginnen, ja, zoveel zeer en ah niet. Nee, dan heb je beslist om te rijden en dan ga je rijden. En doe je het aan pijn, doe je het pijn. Hè? Hij was heel dankbaar al sinds in lance Stroll. En uh, Alonso <laughs> nou, heeft man, zelfs je. gezegd, Lance is my hero. Dus veranderen we al ons effectief gezegd wordt. Ik over... gebroken. Over, over Stroll. Uh, um, bankrekening die aan ons vallen. <laughs> uh, even Precies. nog over, over, over Red Bull. Ja. Um, op zaterdag zeggen die na de kwalificatie. Uh, ja, we zijn eigenlijk niet tevreden, geen goed gevoel. Uh, we hebben compromissen moeten sluiten. De auto voelt minder goed aan dan de wintertest. Wat zegt dat over de kwaliteit van deze wagen als dit een compromis was? Ze wisten wel. Tijdens de race gaat het beter zijn, dus de ja. racewagen is nog beter. Maar de voorsprong was, was waanzinnig. Hè? Ja, maar natuurlijk in de, in, in de quali was dat maar één tiende op, op een Ferrari die maar één set panden heeft gebruikt hè, in, in Q3. Dus ik snap wel dat teleurstelling tussen aanhalingstekens. Ja, het is leuk dat je natuurlijk een halve seconde voorsprong hebt, hebben uh, waanzinnig veel is in de Formule 1. Maar um, het klopt wel dat daar de voorsprong niet super groot was. En dat betekent dus dat dat misschien ook een stukje een focuspunt van hun gaat zijn, van oké, okay, we moeten wel zien dat we in kwaliteit snel genoeg blijven, want allee, een race, zoals bijvoorbeeld in Monaco of in Baku, of een paar andere circuits wat je moeilijker kunt inhalen, ja, die kan wel ge bij bepaald worden door je kwalificaties. Dus ik denk dat ze daar wel voelen van, oké, okay, oei, dat is wel een gevaargebied. De race denk ik dat ze redelijk zeker zijn dat alles wat... Ja, Long run is, langrijden met die banden, met veel gewicht aan boord, hè, veel fuel. Dat een auto daar fantastisch werkt. Dus dat zal iets zijn waar ze minder op moeten werken. Maar ik denk dus dat ze op zich wel realistisch hebben geanalyseerd al tijdens de quali. Maar dat daarop werken, dat kan wel een probleem worden. Want de vroege conclusies zijn nu al: ja, verstappen is wereldkampioen, en Red Bull gaat met vingers in de neus ook opnieuw wereldkampioen worden bij de constructeurs. Maar dan is er die straf, die, die wat is het, 7 miljoen euro. Of dollar kan gestolen worden, maar 10% minder tijd in de windtunnel. Ze hebben al het minste tijd van iedereen omdat ze wereldkampioen waren. Ja. En die straf die duurt tot eind oktober. Is dat iets waar ze hoop uit kunnen putten bij de andere teams? Oké, okay, Ze kunnen minder werken aan die wagen, dus die kan misschien minder snel ontwikkelen. Ja. Of is dat ijdele hoop? Ik, ik, ik zou het zelf ook hopen. Ik hoop dat, ik hoop dat we tegen, tegen deze zomer, als we op Spa zitten, dat het super spannend gaat zijn. En daar ik effectief mee, met drie teams en eventueel zes kandidaat-winners zit, wat ik niet echt geloof. Maar ik denk dat Ferrari ook zeker niet, niet te vergeten valt. Want heri, Sainz, eh, ze gaatje gaatje dan niet wegzetten. De kwaliteit was een snel rondje. Hè? Ik denk dat het ook vijftiende of zo dat ja. Dus ja, potentieel is er ook wel. Maar uh, het is nog vroeg. hè Er kan nog heel veel veranderen dit jaar. Maar ja. ik denk nee, wel niet dat het basispakket dat Red Bull heeft, dat ze mm. dan heel snel zo puur op op gewoon kwaliteit gaan voorbijgaan. Dat, dat je op de start staan met een betere auto dan die Red Bull, dat denk ik dat dit jou niet vaak zal ja. gebeuren. Ja, want Gert Vermers had het geschreven in het nieuwsblad ook van dat is de, de hoop die ze misschien nog kunnen hebben, wat iedereen verwacht nu dat die ploeg, dan, dat team vertrokken is. Dat kan, ja, dat kan denk, een probleem we, zijn, maar het is erg dat we eigenlijk daar nu al over moeten praten, dat dat een probleem <laughs> kan worden voor ja, Red Bull. Ja, een probleem. Ik denk dat 10% minder wint dan altijd op een, op een basispakket dat gewoon al zoveel beter is dan de rest. Voilà. Um, de meeste van die teams die moeten nu al gaan beginnen, gelijk Mercedes bijvoorbeeld. Heel dat concept is blijkbaar ja. verkeerd. Ja. Dan kom je met die 10% extra winten altijd, dan, dan kun je nog 13% ja. meer winten hebben. Je kunt je auto niet veranderen. Dat concept van je auto is beslist geweest. In het begin, als ze beginnen tekenen zijn, ja. dat is ons idee hoe dat de, de auto snel gaat zijn. In die, in die grijze ja. zone van het reglement gaan wij zoeken, daar gaan wij proberen snelheid te vinden. En dat lukt nu niet, dan moeten we gewoon beginnen uh, dingen oplappen. En dan Komt je nooit tot op een basispakket waar dat die Red Bulls wel hebben? Ja, en Mercedes heeft een groot probleem. Hè? Als, het is wel heel duidelijk als je dat. Een het straf. Maar als je dit, ja. het, vooral als je het in de ik media de... ook al zegt dat je het intern ja. zou bespreken, dat is één zaak. Maar dat zowel Hamilton als Toto Wolf naar buiten komen en zeggen: wij kunnen niet meedoen vooraan dit jaar. Dat zeiden straf. dat al ja. voor ze gereisd hadden. Het is een beetje, denk ik, het zwarte schaap in, uh, in het veld. Ook qua kleurstelling. Maar... Een zwarte ster. Een zwarte ster, uh, maar met iets minder allures dan. Um, ja, ik denk dat, dat dat bijna het team is met het grootste probleem. Nu al. Nu al, want dat valt misschien niet echt op. omdat, Oké, okay, ze zitten dan toch nog redelijk goed vooraan. Maar ze hebben geen enkel idee wat ze moeten doen. Wat heel gevaarlijk is. Bijvoorbeeld, en heel on-Mercedes. Ja, bijvoorbeeld McLaren. Die zeggen: van, Oké, okay, we zijn niet goed. We hebben tijdens die testing onze targets niet gehaald. We hebben nog niet het pakket bij om snel te zijn. Maar we weten. We zijn, we zijn eigenlijk al voor de test bezig met een update van hetgeen dat we aan het doen zijn. We weten dat het dan niet goed genoeg is. Het was niet af, maar we gaan dingen meenemen en, en de auto die we dit jaar hebben, in vergelijking met vorig jaar, geeft veel meer opties om vooruit te gaan. McLaren weet dat. Bij Mercedes gaan ze naar het eerste raceweekend of eigenlijk naar de testing en dan naar het eerste raceweekend. Denkende we hebben een verbetering bij om dan daar te beseffen dat dat niet goed genoeg is. Maar... En dat ze eigenlijk met hetgeen dat ze hebben niet veel kanten uit kunnen. Maar ze hebben redelijk het plafond bereikt van wat ze hebben gemaakt. En dat is natuurlijk wel heel teleurstellend. Als je dat dan ziet, dat dat vorig jaar eigenlijk ook het geval was, want dat was het team dat het meeste last had van die porpoising, dan moeten ze toch eens nadenken over een nieuw computerprogramma of een update te doen of zo van de computers. Ik zei, want dat wordt dan in de computer Windows tekenen. Die zitten nog in de 98 te draaien of zo. Dat is niet naar elkaar. Dat is twee jaar op elkaar dat je eigenlijk van in de basis een fout maakt met je computertekeningen. Nee, ik denk dat ze wel. bij ja, de... een team als Mercedes hadden ze dit toch ook zeker vroeger moeten beseffen. Want dat is, ze hebben die, die allure, ze hebben die ervaring, ze hebben het Palmares Dan vind ik het heel, heel straf dat je met zo'n pakket naar de eerste race gaat. Dat je. Dat ook meteen het openlijk zegt na de kwalificatie: van ja, we gaan, we gaan van nul moeten beginnen. Dat tot de er eigenlijk meteen toegeeft. Allee, ik schrok daar echt van. Ja, ik denk dat iedereen daarvan schrikt. En zeker omdat ze het direct zo openlijk uh, inderdaad toegeven. Dus dat betekent misschien ook wel dat de druk vanuit Mercedes, het merk, redelijk groot is op dat team. En dat dat team eigenlijk uh, open kaart moet spelen uh, met hun. Uh, maar maar het, is, het, is, het is een beetje onheilspellend. En ik denk misschien dat het probleem een stuk zit. In vorig jaar hebben ze. Heel lang gezocht naar hoe kunnen we die auto snel kunnen krijgen, maar we hebben niets dat wel snel kan zijn. Als we dat purpose kunnen wegkrijgen en alsnog snel kunnen zijn. En tegen het einde van het jaar was dat zo. In Brazilië winnen ze dan met een auto die werkt. En dan denkt men misschien, ah ja, dus met die auto kunnen we verder. En dat hebben ze ook gekozen. Om dat nu te beseffen, dat eigenlijk toen waar ze al aan het plafond van dat concept geraakt. En wat Red Bull heeft gedaan, die hadden al een hele goede auto, maar het plafond was daar nog niet bereikt. En die hebben in de winter nog eens een stap gezet. Dus dat concept is een concept dat veel, veel meer ruimte nog geeft om vooruit te gaan. En dat van Mercedes is blijkbaar heel eindig. En ja, dan moet je dus terug naar de tekentafel iets helemaal anders gaan doen. En binnen de cost cap is dat eigenlijk gewoon niet mogelijk. Ja, dus het uh, dus is niet toch een andere Formule 1 geworden ook, hè? Ja. door die cost cap. En uh, je ziet dat nu ook. Ik denk dat in de Mercedes altijd. Een team is geweest allee, dat er gewoon blanco checks werden had geschreven en die ja. konden gewoon doen wat ze wilden. En als er iets verkeerd werd gedaan, ja, oké, okay, van tafel af en begin we beginnen opnieuw. We fixen het wel. Ja. Maar nu gaat dat niet meer. Als je nu eh, engageert in het begin van, van, nee, begin van de winter. Eh, we gaan een auto bouwen, zeker vorig jaar dan, met een nieuwe auto. en je zit er uh, 80 dagen in en je merkt: van, shit, dat is verkeerd. En dat heeft 40, 50 miljoen gekost op dit moment. Kun hè, niet want, terug, hè? Je kunt niet terug? Je kunt niet terug, want die doorontwikkeling moet plaatsvinden. en je, je hebt maar zoveel dat je kunt opdoen. Dus uh, de basis waar je mee start, die eerste paar weken, de beslissingen die niet aangenomen worden, die zijn gewoon mega belangrijk geworden. En daar hebben ze gewoon nog niet te goed van elkaar. Dus het zou effectief zomaar kunnen dat het seizoen gewoon nu al voorbij is voor Mercedes. Dat zou geen te vroege conclusie zijn. Als, als, als dit effectief het plafond van hun wagen is, ja, dan is het. Dan is dat de positie waar zij op zitten. En slechter zelfs, dan gaan er nog een aantal komen die er dan voorbij gaan. Dan denk, moeten ze echt schrik krijgen. Van Alpine bijvoorbeeld, die hebben op zich in de basis een auto die even snel is als de Mercedes op één ronde. En eigenlijk in de race hebben we gisteren bij Gasly gezien, ja. die laatste truck, die een sterke race rijdt. Nee. Dus long runs werkt die auto ook. Dus okay, dat team heeft een aantal andere zorgen dat ze, dat ze moeten oplossen. Maar, maar als dit het is voor Mercedes, dan is het erg pijnlijk en allee, komen er nog veel meer vragen. Van, wat gaat Hamilton doen op het einde van het jaar en, allee, in welke richting is het team dan aan het evolueren? Hè? Want ik heb wel het gevoel dat Hamilton alles uit de auto gehaald heeft gisteren. Ik denk niet dat hij beter had kunnen doen. Hij heeft Sainz onder druk gezet. Uiteindelijk moeten settelen voor de vijfde plaats, maar settelen is niet het juiste woord. Ik denk echt niet dat meer dan een top vijf mogelijk was. Ik moet hem eens vragen. Ik zal, ik zal hem eens beetje bellen. <laughs> um, WhatsApp. Hij, hij heeft George Russell wel overklast. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Ik denk dat het een, een andere Hamilton is als, als het begin van vorig jaar. Hè. Hmm. Het begin van vorig jaar was hij volgens mij nog een beetje zo. Zo'n anaalzinder. Ja, gaat dat. Van Abu Dhabi en, en een, een schrikken van: oei, we hebben nu een auto dat helemaal niet werkt. Nu weet hij dat al. En hij zegt ook, okay, ik moet zo. Het, het, uh, ik moet licht blijven aan het einde van de tunnel voor het team. En, en, en ik moet die rol op mij nemen van de motivator te blijven, ondanks dat hij eigenlijk heel slecht is, hè? slecht nieuws dit weekend. Te blijven? Ja, dat is. Die... Dat is nieuw. <laughs> ik wist niet dat hij de motivator van het team was. Ja. Dat heb ik nooit in Hamilton gezien. Hij probeert dat wel zo altijd te doen. Maar oké, okay, we hebben zo'n oprechtheid op dat vak soms al wel eens <laughs> in vraag gesteld. Dus we moeten oppassen hoe breed we erin gaan. Voor de kijkertjes en de luisteraars. Als die dat niet lukt. Jij was toch een Hamilton. Fan? ik was een helemaal een fan maar deze oh, is dat, winter... Is, ge is gekeerd ik ben het is gekeerd okay. omdat ik um, oh, moet omdat ik op sportza een, uh, een uitspraak over op de vraag van hoe goed is Max Verstappen heb gezegd dat hij misschien een van de beste rijders is in de laatste 40 50 jaar misschien hè, het woord misschien ja. is er niet belangrijk. ik zeg niet dat dat zo is, het is dat is ook namelijk, een, <laughs> een van de beste het verschil is dat is een mening dat is geen feit <laughs> nee. mensen verwisselen meningen en feiten tegenwoordig nogal hard en blijkbaar dat de mensen harder die zelf dus heel hard tegen verstappen zijn. Want wat wij hier proberen te doen is gewoon commentaar geven op goede prestaties. Of op slechte. Of wat een uh, goede prestatie van Hamilton <laughs> of verstappen komt, dan is dat dus anders. Maar anyway, <laughs> daar kunnen we ook nog eens de podcast over maken over dat je We Kunnen gewoon een uur laten rantelen? Uh, Alle dagen voor de rest van het jaar. Wij we de podcast over Wij moeten gewoon eens als we. Uh, als we gewoon een babbelen, zijn we toch gewoon eens een micro erbij. We filosoferen veel over ja, zo'n. Ja. Zo als we nou eens aan het met een auto rijden, gewoon dat gewoon opnemen. Ja. Een ritje van Euro vier vijf. <laughs> ik, ik zal het uitluisteren om dan de, de momenten eruit te halen die echt niet mogen uh, ja. blijven. Mensen moeten soms eens in de spiegel kijken en ze komen Een half uur piep gewoon. <laughs> in dat stuk. Uh, je hebt Alpine net even uh, vernoemd. Goed gedaan van Gasly na een heel teleurstellende kwalificatie. Uh, want als voor als laatste moeten vertrekken. Punten gehaald, maar ik denk wel dat ze daar enorm teleurgesteld mogen zijn na dit weekend. Dat was raar, hè? Dat was heel raar. Hij ja, kon niet er een paar keer een, een stoot uitstikt. Maar dat begint alleen al. Een hat-trick aan penalties. Als Formule 1-rijder of piloot, of hoe je het ook wil noemen. dat je je wagen niet juist zet in dat vak, daar kan ik niet bij. Ik kan dat wel bij. Ja, ja? Ik kan dat, wel bij. dat blijven gewoon mensen. Dus de Tuurlijk, eerste, maar die focus dus, in het begin van de race dus moet dat zijn. De eerste race van het jaar, hè? ik denk dat die man ook zo met een marker op de muur werken En ik ja. denk dat hij gewoon, ja, pas op, hoe lang hebben die niet gereden? 12, 13, 14 weken niet gereden. ziet er meer uit. Je komt daar eerst staan terug, Allee, de eerste start van het seizoen. neemt het, neem het van ons aan, die hartslag, die staat redelijk op punt. Zo. Je zegt: Focus, ja. je wilt geen fouten maken. En wat doe je dan? 20 centimeter <laughs> te veel naar rechts. Dan <laughs> die marker marker rondkijken, ja, hier moet ik staan. En dan, ja, dat gaat gebeuren. Maar het kost wel, hè? Kost... Ja, 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 het... Zal het, hij zal het nummer doen de rest van het jaar, dat weet ik wel. Maar dat kost inderdaad. Vijf seconden straftijd. En dat is er zo op van: wat je gedaan hebt, dat je dan een penalty krijgt. Je komt binnen, die penalty, ja. je, penalty, je penalty wordt dan niet juist. Oh, ik snap het compleet. dat, 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 is, dat is gewoon ja, Want het eerste, ja, inderdaad. Het, eerste het eerste foutje is van, van Okon. het tweede foutje kan hij niks aan doen. Dat zijn ploeg ja, die aan is, de wagen begint te sleutelen ja. terwijl hij staat te wachten. Hè. Iedereen, uh, iedereen komt dan zo in dat ding. Je ja, moet zeggen: oh, fuck. En dan ja, ik, nou, emotie. Ja. Emotie, dat moet er uitblijven in sport. Maar dat gaat niet. Nee. Allee, iedereen dat ooit Duurlijk. gesport heeft, is ooit mega ontgoocheld, mega blij. Uh, ontgo allee, alles bij elkaar geweest. Dus je, dat is sport, Dat wordt erbij. Dat is, dat, daarom doe de sport. Dat maakt het mooi. Ja. Dat maakt het mooi. Maar uh, ik snap het compleet wat er is gebeurd. Ja. Even uh, ja. eerste race van het jaar, foutje gemaakt, bestraft geworden. Fout niet goed uitgezeten <laughs> um, en dan nog eens bestraft worden. En... En, dan, en dan nog eens, omdat hij nog te snel door de pitlijn ja. gereden heeft. Ook waarschijnlijk uit mm. frustratie, lijkt ja. mij. Even zelf snel die gas gaan staan. Ja, maar. Dat, gaat, dat, is, dat is ook meer van, inderdaad, gefrustreerd zijn en zo, nog uh, proberen de boel te redden, maar ja. dat is dan te laat. Ja, en, en, allee, weet je, je wordt dan... Je, wordt dan, je afgeleid, daar, daar komt het uiteindelijk op neer. Het gaat allemaal over focus en concentratie. Inderdaad, ik denk, een beetje eruit geweest, die start, er niet goed in gaan staan... Je moet wel beseffen, in zo'n auto je ziet echt niet veel. Je kunt eigenlijk die lijnen die daar staan, die zie je niet. Dus je weet meestal ik. inderdaad met een referentie dat de, tegen de vangrail, dat ze een stuk duct tape of zo hangen, of aan de pietmuur. Dat jij met je mechaniek, er, hè. als je op de grid komt gereden, dan zeg je van oké, okay, iets meer naar daar of naar daar. 1 hebben ze misschien andere toepassingen. Maar het gaat erom dat hij komt ertoe en mist dat, en de rest is gewoon allemaal gevolg van dat eens doen foutje. En wie weet stelt hij ook wel een beetje meer onder druk, want hij heeft een andere teamgenoot. Een jonge gast, die, die relatie is ook al niet helemaal perfect. Dat gaat toch sowieso een rol spelen: dat verleden dat ze samen hebben. Ja, en ook wel zo'n beetje de zenuwachtigheid: van ik heb hier een team dat best wel goed achter mij staat. En ik wil dat niet verliezen aan die nieuwe gast. Mm. Die misschien binnen een aantal races, na een aantal goede prestaties, ineens de voorkeur begint te krijgen. Dus de psychologie binnen een team en tussen die twee piloten, dat is. Dat is echt wel geen makkelijk gegeven. Hè? Want ik denk dat Gasly ook figuurlijk punten heeft gescoord bij zijn team. En die kwalificatie was heel teleurstellend. Ja. Maar als je dan nog naar de punten kan rijden in je eerste race voor je nieuw team. Maar dat is ook een beetje wie hij is, vind ik. Ik vind Gasly ook echt zo'n beetje een putboerlig: ja. dat is een vechter, hè. Zit in, in een race, in een racewagen, dat is een vechter. Hè? Zeker sinds dat hij is moeten vertrekken bij Red Bull. En ja. alles wat daar gebeurd is, wat in mijn ogen een beetje onfair is aangepakt door, Absoluut. door Christian Horner. Daarna heeft hij een knop omgedraaid en is dat vooral de ja, pitbull geworden. en ik denk bij hem vooral mentaal zo het verhaal van... Uh, allee, niet lopen voordat je kunt wandelen, dat was bij Red Bull het geval. Ik denk dat hij toch gewoon mentaal overklast geweest is door het grote geheel, het grote Red Bull, en dat hij gewoon nog niet klaar was qua ontwikkeling. Superveel druk. Dan een van de weinige mensen die een eigenlijk een herkansing krijgt uh, ja. en, en zo genomen heeft, ja. en dan zijn, zijn eigen ontwikkeling heeft zij er gezet. <coughs> en nu is hij op het punt dus in zijn carrière dat je de echte Pierre Gasly ziet. Dat is een vechter. Dat is gewoon een vechter. Ja, die heeft echt zoiets gehad van When life's ja. a bitch, be a bitch ja. back. Echt ja. zo van, ik kan nog wel er wel on onderdoor gaan, maar uiteindelijk, dat is wel een super moeilijk moment. Je wordt gedropt door het team waar je jaren voor hebt gewerkt om daar te geraken en je beseft heel goed dat dat niet meer terugkomt. Nee. Dat is gedaan. Dat is Formule 1. Ernie, de kans om bij dat topteam te zitten, bij een wereldkampioenenteam, dat is over. En dat gaat heel moeilijk zijn om ooit nog op dat niveau terug te keren. Dus ik denk inderdaad dat hij daar een klop heeft gehad. En het is heel sterk dat hij dat heeft kunnen omzetten naar iets dat, dat beter is geworden. Tegenovergestelde zelfs. Ja. Ferrari dan? Wat vonden jullie? Zeg het mij. Wat, 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 wat was het met Ferrari dit weekend? Uh, uh, ik denk vooral technisch nog niet helemaal ja. alles op punt. Het lijkt me zo dat het... Uh, de snelheid er wel, wel is. Ik denk dat ze het het pakket van een auto dan snelheidsgewijs um, dat dat aanwezig is. Maar ik denk dat ze gewoon uh, ja, met, met wat ze erbij, misschien dat er nog wat windfactoren zijn. Ik weet het niet goed. Ja, ik denk, het, uh, ik denk, denk dat Ik het, dat, denk dat, het dat, denk dat niet fout. Dat lijkt eigenlijk. Allee, al zijn tweede. Wat, wat hebben ze veranderd? En... Ze hebben eerst de eerste batterijen veranderd um, na quali. Ja. En nu was gewoon de verbrandingsmotor waar iets kapot en is uh, gegaan. Uh, ook dat kinderziektes zijn. Nee, die batterij had er niks mee te maken. Hè? Zoals we gisteren nog nee. niet zeker wisten in onze uitzending. Um, Zoals van elkaar. dat uitvallen, we dachten dat het ermee ja. te maken kon. Maar natuurlijk, dat maakt het niet veel beter. Nee, hè? Ja. Dat er twee problemen zal, ja, zijn al. Er zijn problemen. één dat gelinkt is. Hm. Maar ik denk hm. dat wat klopt dat Tom zegt van ja, het is, er is een nieuwe winter dat iemand gaan. Dat gaat niet zomaar. Uh, allez, je kunt dat niet zomaar op punt zetten. Ik denk wel dat er een aantal dingen al anders waren, pragmatisch nee, In die kwaliteit al kiezen om gewoon eerlijk met jezelf te zijn en zeggen of we nu pool pakken, maar dan met oudere banden moeten starten, of we laten die pool liggen en we starten met een nieuwe band, wat we daarvoor gaan. Ook al beseffende trouwens uit die testing dat Red Bull in de long run sterk is. Dus je kunt maar beter met verse banden beginnen als je Ferrari zet. Ja. En het vroegere Ferrari zou daar veel te veel gewoon zo hebben gedaan wat er zogezegd moet gebeuren in nee, theorie. Op het moment zelf. Ja, ja van ja nee nog eens. Kom, kom, we kom. kunnen Polen. hebben. Terwijl ik denk dat Vasseur inderdaad ook eh, dat, dat is gewoon ook een figuur. Ja. Dat is iemand, dat is een statig iemand waar aan geluisterd wordt en je heeft daar gewoon het heft in handen nu ik denk dat er nog wel een beetje, een, ja, nogmaals een windfactor is, naar nou, al die mensen dat we nog wel aan boord zijn gebleven tegen vroeger, mm -hmm. maar dat er wel eh, heel veel potentieel in zit met Vasseur aan boord. Mm -hmm. en ze hebben een dubbele pitstop geprobeerd en het is zo gelukt? Ja, het is gelukt. <laughs> ja. Ja, nou, ja, vorig jaar iedereen zelfs Zou alle, wel... alle Ferrari-supporters op sociale media, en Twitter <laughs> dus, stond daar vol van. Zeg, die van die finally. Hebben, die hebben veel geoefend, hè? Ja, ja, inderdaad. Hè. De nadruk gelegd op de dingen die niet werken. Hè. Dat zou Vasseur direct hebben gedaan als hij in dat team binnenkwam tijdens de winter, van jongens, elke dag zoveel keer oefenen dat, dat, dat het werkt. Dus dat is wel direct getuigen. Hè. Als je dan durft te dubbel dubbelstacken, zoals ze dat noemen, uh, twee wagens binnensturen, dat is knap. Ik denk bij Ferrari dat... Ja... Het is een beetje, nog een beetje de kat op de boom kijken misschien in de komende Grand Prix, maar het zit hem vooral bij hen een beetje technisch, inderdaad, betrouwbaarheid. Hoe hard gaat dat nog een rol spelen? Was, was dit gewoon pech? Uh, of zit er meer achter? Hopelijk niet. En verder, ze gaan niet heel goed bij, met hun banden om. He, dat, dat, is, dat is een feit. Allee, eigenlijk het enige team dat dat wel is, of wel kan, is Red Bull. Ja, want vorig jaar hadden we ook die Pech voor, voor verstappen. In, de eerste, in twee van de eerste ja. drie races. En dan wisten we het nog niet zo goed, omdat het ook de eerste, de eerste keer was dat we die wagen zagen. Nu is het in mijn gevoel een klein beetje anders, omdat ja, Ferrari daar zeiden ze zelf ook al van, ja, we kunnen toch niet tippen aan die, aan die Red Bulls, die zijn toch te snel voor ons. En dan is het extra onheilspellend in mijn ogen. je seizoen het... moet beginnen met ja. 25 punten achterstand. Leclerc is de grootste uitdager om te stappen, hè? Het is niet hetzelfde. Het, is, het zou leuk zijn om nu zo voor ons eigen het wat te sussen en te zeggen van, ja, maar ja, vorig jaar toen was Ferrari in het begin ook supersterk en kijkt wie er wereldkampioen is geworden. Zie je wel, dat het onvoorspelbaar is. Het is echt niet dezelfde situatie. Nee, nu. Het, is, niet. het is niet van ja, Red Bull wint nu, maar misschien binnen drie, vier races gaan ze vijf keer uitvallen en van alle fouten maken. En ik denk niet, als we eerlijk zijn met onszelf, is dat niet het scenario dat er nu zich afspeelt. Ik denk dat heel duidelijk is dat Red Bull heel sterk is en ik denk dat heel duidelijk is dat de rest nog veel te zoeken heeft. En inclusief Ferrari, die gaan een oplossing moeten vinden om die band beter te doen meegaan, langer te doen meegaan. Het goede is op snelheid. hebben Ze een auto die nog altijd werkt. Die vorig jaar ook al werkte trouwens. Dus in kwaliteit is er potentieel. Maar ze moeten zien dat ze kunnen blijven volgen. Hoe ja, los je dat op? Hè? Dat is de vraag. Hoe en vooral denk ik, hoe snel los je dat op? Ja, dat heeft sneller, ook weer. Sneller, ja, maar wat is realistisch om dat effectief op te ja, lossen? Ik want... denk dat ze vooral nu. Um, het is altijd zo. Hè. Iedereen maakt zijn huiswerk. Je komt op dat eerste raceweekend aan. Je hebt al wat getest en zo. Maar dan dat raceweekend gebeurt gewoon. En dat begin je te analyseren. En mm -hmm. er, er haalt niemand zoveel uit uh, testdagen dan uit een raceweekend. Dus die analyse van, uh, van al die verschillende factoren, van al die data en alles wat er gebeurd en geweest is, um, ook zeker op bandenslijtage toe zoals Sam zegt, die begint nu plaats te vinden. Hè. Daar ja. zijn ze vandaag en morgen mee bezig. En dan gaan ze kijken van hoe kunnen we dat beter doen. Maar je kunt uh, in de moderne tijd, er mag al bijna niet getest worden, uh, de gegevens die je uit een test kunt halen, dat is ook niet hetzelfde als dat je dat in een raceweekend doet, dat je op heel veel andere rubberijt rijdt van andere mm. mensen en in, in, in slipstreams blijft hangen zoveel, zoveel uren dan, of twee uren een stuk. En uh, dat is gewoon anders dan dat je dat op training zou gaan doen. En die gegevens nu verzamelen en die interpreteren en dat proberen beter uit te komen. Moet wel daar, daar denk ik dat de, de diversiteit tussen een heel goed topteam, zoals Ferrari er nog altijd één is, Absoluut. en iets minder teams, de interpretatie van die gegevens, die mm. weinige gegevens die je hebt, om daar iets mee te doen, daar geloof ik nog wel al te sterk in dat die mannen dat gaan kunnen. Moet wel streng zijn voor wat Carlos Sainz heeft laten zien. Is vierde geworden, maar enkel alleen zien. omdat Leclerc is uitgevallen. Of wat hij niet heeft laten zien, ja. No. Er is heel veel kritiek op hem in, in de media meteen na die eerste Grand Prix. Ja, maar ik zijn, ik zijn nog een brave, brave. <laughs> ja? ja. Nee, <lacht> <lacht> Arrij, het, is, uh, het is allemaal snel gezegd natuurlijk, maar ja, ik blijf er ook altijd bij. Het is zijn eerste race weekend, ook voor iedereen, hè? Om zo onmiddellijk direct erin te zetten, dat is natuurlijk de bedoeling wel, maar dat lukt ook niet altijd bij iedereen. Nee. Ik denk, als je ziet wat Sainz vorig jaar wel heeft laten zien, momenten, dat we zeker niet als dat potentieel mogen twijfelen. Maar het blijft een eerste race weekend. Heel veel conclusies kunnen we niet op trekken, nee. dat het wel heel sterk is. En, ja, en nog even om dat af te maken: we rijden hier toch wel een heel specifiek circuit qua hmm. bandenstrategie. Dus het, het onderdeel dat misschien de, de, de grootste Obama. factor is geweest in het onderscheid tussen de teams qua snelheid op dit moment. Is banden geweest en hoe lang je die kan laten meegaan op een circuit dat banden opeet. En we hebben nog geen enkel ander circuit gezien, want de tests waren voilà. ook daar. Dus. dus we hebben geen enkel beeld buiten Bahrein, wat dan direct een hele scherpen is. Dus ik denk dat misschien wat nog gerelativeerd kan worden laten we hopen dat het tussen dan wat dichter komt. Er is sowieso een verschil, maar misschien is het nog niet zo dramatisch als we nu denken. Hè? Wat wel, denk de enige conclusie die we zeker kunnen trekken, buiten dat Verstappen waanzinnig sterk is. Is dat Perez effectief de nummer twee is? Want wie probeerde het gisteren? Was het uh, Rosberg zeker die de interviews deed mm -hmm. na de race? Dat meteen, ja, denk, wanneer denk je, hoe denk je dat je verstappen kan, kan bedreigen, kan, kan uitdagen? Ja, niet, hè? Niet. <laughs> ten dat, ten eerste... Die vraag is, je moet je zelfs niet stellen als, als interviewer. Nee, Natuurlijk, dat is verstappen zijn team. Ja. Perez gaat zelfs nooit de kans met, krijgen, met, denk ik. Met mijn verschrikkelijk YouTube-kanaal is het ook <laughs> niet zo vreemd dat er een vraag van zo'n gast komt. Maar dat terzijde. Verschrikkelijk, maar ook weer net daarom een pareltje. Ja. Op een YouTube-kanaal. Dat is zo slecht. Lijkt dat het lijkt gewoon een parodie. Goed. Ik zou zeggen, ik kijk straks, maar ik ga dat niet doen. Eigenlijk ja, moet het gewoon twee minuten opzetten. Dat is echt ja, heel, heel, heel funny. Hebben jullie trouwens iets al gezien van het nieuwe seizoen van Drive to Survive? Ja. Nee. Het moment, er is een moment tussen, tussen Perez en Horner, de, de, de Red Bull, een van de Red Bull-afleveringen. Ik heb het ook nog niet helemaal gezien, waarin. Horner naar Perez gaat en je ziet die mens. Je ziet aan die lichaamstaal van Vancek. hoe ongemakkelijk dat die wordt. Dat die die wil ook niet aangeraakt worden door, door Horner. Je hebt het gevoel dat daar. Dat zal, dat zal ook zijn, omdat het waarschijnlijk enkel gebeurde met de camera erbij liep. En dat er, dat er anders misschien weinig contact is tussen die twee. Het is niet de meest geliefde mens, Christian Horner. Nee, alleen ik denk wel deels terecht. Um, een goede teambaas, maar niet per se een aangename mens. <laughs> um, dus maar... de, drive to Survive moet ook stoppen met te laten zien hoe. Hoe luxueus dat die mensen woont. We hebben het al gezien in de vorige seizoenen. Ja. Moet er in zijn huis niet elke zo keer. Zo'n beetje het succes voor <laughs> Echt altijd, ja. elke keer. Ik denk twee verschillende afleveringen. Dat ze begint bij, bij hem thuis. Ja, goed hè, maar dat interesseert mij niet zo echt als ik naar Drive to Survive <laughs> kijk. Nee. Uh, de rookies. Ik denk dat er twee daarvan ontgoocheld mogen zijn. Dus open deur intrappen, maar iedereen buiten Logan Sargent. De Vries, de Vries mag teleurgesteld zijn. Piastri al zeker. Ja, maar Piastri mag teleurgesteld zijn. met... Met hoe het voor hem specifiek is verlopen. Ja. Ik vind wel dat hij het goed heeft gedaan. Ah ja, ik heb het echt over de situatie ja. waarin hij terecht is gekomen. Hè? Dat vind ik wel. Dat, ik denk dat dat voor misschien de, alle drie de rookies wel geldt. Dat, dat het een sterke start was. Ik denk dat we al veel andere rookies hebben gezien vorig seizoen. die het veel slechter deden. Ja. Maar om te beginnen met de, met de beste dan. De beste geclasseerde ge, 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 ge was, was Logan Sargent. Heel goede indruk. Maar dat had ik eigenlijk vorig jaar al. toen hij in de vrije training reed. had ik al zoiets van. Hmm, wel, dat lijkt wel een slimme gast en hij lijkt tot nu toe wel het beste uit die Williams te kunnen halen met waar hij staat. Uiteindelijk eindigt hij niet heel ver achter Albon en Albon is de absolute referentie. Daarvan weten we dat hij op een goede dag echt iets goed, echt iets ja. uitzonderlijk, dat is beter, iets uitzonderlijk kan doen met die wagen. Hij heeft een die, punt gepakt is gedaan. Absoluut niks. Ja en gewoon voor, voor Sergeant foutloze race gewoon. Gedaan wat hij moest doen, rijden met die auto, is een race kunnen meemaken en die jezelf eruit kegelen in de eerste bocht. Uh, wat onder die spanning of die druk wel kan gebeuren. Uh, dus ja, ik vond het van alle drie een, een, een goed begin. En voor Piastri, uh, allee, de Alpha Tauris, uh, ja, miste snelheid. Zoals, Zoals als, vorig jaar. Zoals vorig jaar, waar toch ergens de vraag blijft: van hoe komt hij? Ik bedoel, dat is een team dat altijd goed, goed is geweest. In, hun, uh, hun resources goed te besteden en te gebruiken. Die hebben nooit het gigantische budget, budget gehad. En in het verleden werkte dat. En als je dan naar een kostcap hebt heb waar iedereen dat beperkte budget heeft, werkt dat ineens veel minder. Dus dat is, dat is eigenlijk een heel vreemd gegeven. Um, ik hoop dat het er nog beter gaat, maar momenteel ziet het er niet heel, heel goed uit. En dan met Kleren, ja, het was geen fantastische start, maar ik denk wel dat er meer opties zijn dan vorig jaar. Dus dat ze niet zo slecht zijn als dat we denken ik denk dat er met die auto veel meer kan dan met die auto van vorig jaar ja absoluut dat ja. zijn we ook aan Norris, op zich niet heel slecht dat is, is eigenlijk dat je dat moet zeggen over mclaren hè nou, ja, man, dat, ja wat we gezien wel, hebben bij stoffel van Doorn. die periode was het echt het dieptepunt. en we dachten oké okay, ze zijn bezig aan die opmars het is een beetje like de beurs ja, maar <laughs> ze, zijn, ze zijn serieus terug serieus gecrashed terug dan hè ja. Nee, maar het is, uh, McLaren verwacht er natuurlijk heel veel van. Hè. Die hebben wel de middelen, die hebben wel de know-how, die hebben wel die geschiedenis, die enorm rijke geschiedenis. En dan op een bepaald moment komt er na dat dieptepunt de verwachting van het zal nu wel eens gaan beginnen beteren. Ze hebben de, de juiste piloten mm. aan boord, de juiste rijders. En alles wat je wilt, maar dat blijft dan zo wat hangen. Hè. En, um, ja. Ik weet ja, niet maar... waar dat ligt zo. Het is zo is dat in het hybride niet... tijdperk is dat nooit niet echt uh, meer op, op punt gekomen. Voilà, en dat is eigenlijk al heel lang. Dus... Ja. Uiteindelijk steunde heel hard of leunde op, op een idee van vroeger. Dat, dat is nostalgisch. McLaren denkt aan sterk team, topteam. Dat is bij mij ook nog altijd. Want nou, ik, denk nee. om McLaren. ik denk niet echt aan het huidige McLaren als je die naam uitspreekt. En dat is ergens hun geluk. Want ik denk dat ze op die basis ook wel nog veel sponsorship en zo kunnen aantrekken. En dat ze nog altijd veel aanhang hebben. Want er was een, een gigantisch groot deel van de F1 community waren McLaren-fans. Um, maar natuurlijk, ja, je kunt niet blijven borduren op, op, een, op een goede geschiedenis. En Plus dat team is ook niet meer wat dat toen was. Hè. Ik bedoel, intern is dat totaal anders. Ze zitten nog op dezelfde plek misschien. Maar sta je met anders aan het roer. En daar maken je allemaal andere mensen deel van uit. En dat zeiden we in onze preview-podcast ook al. Van, ja, concentreren die zich eigenlijk op het juiste. Hè. Die zijn met heel veel dingen bezig. Hè. Die zitten in IndyCar, die doen Formule 1. Maar die hebben ook vliegtuigtechnologie. Die hebben een supercar dat ze bouwen. En je kunt je soms afvragen: van, is je focus voor de Formule 1 groot genoeg? Is de commitment groot genoeg om daar extreem goed te presteren tegen andere teams die wel de focus hebben? Ja, zeker met het talent dat ze daar hebben. Want zoals je zegt, ze hebben daar twee goede, ja, goede piloten met, met Norris en met Piastri. en van ja. de grootste talenten. Iedereen wilde Oscar Piastri eigenlijk. Behalve de absolute topteams die, die een line-up natuurlijk al vast hebben staan. En dan is het teleurstellend dat je ziet van het gaat opnieuw niks worden. Want zelfs in, het, in de strijd voor het middenveld, ik zie in dit jaar Alpine niks doen. Ik zie het niet totaal niet moeilijk maken. Het gaat Alpine en, en S. Martin zijn. Het zal een beetje afwachten. Hè, hoe dat, zoals Sam er straks ook al zijn in het begin. Um, ze hebben inderdaad misschien wel een planning. Een lange termijn planning voor dit jaar. Ik ja. denk dat er een paar heel goede updates aan te komen. Die ingepland waren ook al. Waar ze waarschijnlijk ook al van verwacht hadden. Van, het zal misschien in het begin nog niet top zijn. Maar we hebben wel echt heel veel potentieel om door te ontwikkelen op die auto. Dan denk ik wel dat dat een team is die het daar, dat er geloofwaardig in overkomt. Zal ik zo zeggen. Ja. Um, dus als er een team is waar je van kunt verwachten dat het misschien nu wel eens een moment is dat je gaat omdraaien, is dat wel McLaren. Oh, je hoopt er, het er, komt, ergens er komt ergens wel een moment dat je Maïen begint te pakken. Maar je hoopt dat ergens ook. Hè? Je wil ja. McLaren mee vooraan zien strijden. Ja. Ze door die geschiedenis is het teleurstellend dat je die weer achteraan moet zien, in mijn hoogte. Ja, en ze hebben, ze hebben zoals jij ook zei, ze hebben heel veel ingrediënten om het wel te doen werken. Dus het is inderdaad, misschien moeten Maïen IJs pakken. Ja. En als het dan ineens pakt, dan zal het ook goed pakken. Ze hebben, ze hebben wel een ongelooflijk mottige auto. Hè? Dat, dat, dat is echt niet normaal. Dat is weer smaak. Subjectief, ik weet het, maar, maar we zijn het erover eens. Ik wist dat, <laughs> dat ik het kan zeggen. Jij gaat hem niet kopen. Ik, ik heb het geld ook niet om hem te kopen. Hè? Misschien wel, maar. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> allee, we willen er gerust waarschijnlijk wel eens een keer in rijden. Ik ga het niet kunnen, jullie uh, wel. Maar het is echt wel een hele mottige auto. Ik, ja, voor mij. Ik, ik, ik weet dat, dat McLaren vroeger uh, met West was dat zeker. En, en de sigarettensponsoring. Mm. En dan Mercedes, het zilver van Mercedes. Dat vond ik een machtig. Die zwarte daarna was ja, ook heel schoon. Dat vond ik, ik vond ook wel zwarte. Prachtige auto's en dit is gewoon voor mij een kleurboek. Auto's Ze ja, zeggen: uh, ik kan uw zoon uh, is, uh, is iets tekenen, want we hebben eigenlijk de budget cap al, al bereikt en dan zo een maar kind al te maken. Al dat getekend <laughs> Een paar maanden vakantie gehad. Ja, nou, op zijn stiftje liggen met zijn stiftje uh, Andere teams, Alfa Romeo. Wel, ja, goed begin. Ja, oké, okay, begin. Beetje onzichtbaar, maar. Ja. we hebben er niet echt op gelet omdat ze ook niet echt in beeld kwamen Bottas botas in de punten zo niet nee meer valt nou, er eigenlijk waar... bij het niet over te zeggen ja klopt Bottas ja, goede stijl alweer een schoen een auto ja oké okay. ja, dat is een prachtige ja, kijk, auto kijk, kijk, kijk. die wilde wel kopen die maar <laughs> graag ik zeg het sponsoring telenet uh, kom maar um, Haas, daar hadden we de comeback van Hulkenberg. Het was geen gemakkelijk weekend voor ja. Hulkenberg en voor Magnussen. Ja, maar dat zag je dan zo goed uit. Hè, want je hebt dan een kwaliteit, denk Ja, van, tot kwaliteit. Maar hij was hier allemaal. Ja, dat is toch wel een speciaal hè? in Hulkenberg. Daar moeten we toch even akkoord over worden. Dat dat toch een speciale <laughs> gast is. Absoluut. Ze gewoon, die kunnen ze gewoon erin steken. Dus ja. En die vries. En dan hebben we de pilot terug erin steken. En die persteekt gewoon. Vrees <laughs> um, iets minder, ja, maar ik, ja, we hou wel het. Track limits, ja. daar heeft hij het heel moeilijk mee gehad. Ik ja. denk niet dat er iemand zoveel waarschuwingen heeft gekregen als Hulkenberg. Uh, als ja, en hij komt, en, 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 komt ook uh, uit een tijdperk. Uh, heeft hij heeft nog wel weinig ja, gereden, toen. Maar hij komt nu in een keer in een, in een zwaardere motto terecht. Hè. Ja, klopt. En die heeft, heeft met heel lichte Formule 1 nog gereden. En die komt nu ook gewoon in een zwaardere motto terecht. Het is niet iemand dat heel langer oud is geweest of kei lang niet meer gereden hij heeft. En heeft af en toe nog wel eens gereden, maar heel weinig. Dus ik denk: mag uh, je dan in een wedstrijd op scherp van de snee, eerste race van het seizoen nogmaals. Uh, met een zwaardere auto dan dat je gewend bent altijd. Op een baan dat je misschien nog... Ik weet niet of het nog er één heeft met lichtere auto's, maar... Dat scheelt gewoon allemaal. Ja, inderdaad. Dat is wel een goed punt, want... Dat, dat, dat is misschien moeilijk om te begrijpen als je zelf niet rijdt. Maar als je een bocht instuurt en je drie fases... Je hebt de entry, het begin van de bocht, midden, midden en dan een exit. En eigenlijk, vanaf dat je midden van de bocht zijn beslisten van, dit is de route die ik ga ja, pakken. Ik niks doen. En dan kun je niet zeggen van, ik ga op het einde op de exit. Nog die dat trajectoire aanpassen. Door dat je gekozen dat je in het midden van je bocht zit. En als je een zware auto hebt, dan deint je gewoon verder ja. uit. Dus de, lijn, de, lijn die jij, de visuele lijn die jij trekt, die, die wijkt misschien, alleen de realistische lijn, wijkt er, die wijkt er misschien een beetje van af. Dus dat kan wel kloppen dat hij nog wat moet winnen uh, aan dat type auto. En ten tweede, ik denk dat dat ook wel iets zegt over hoe hard hij aan het pushen is met dat pakket. Ja. En dat je track limits hebt en heb je hebt dat. ...proportioneel meer dan de rest, dan betekent dat dat je meer aan het bent. En ik was wel ook een klein beetje teleurgesteld misschien in het potentieel van Haas. Ik had er meer van verwacht en meer van gehoopt. Die hebben zo momenten van, van briljantie. Uh, ook vorig jaar, eh, Brazilië, Poolpositie, oké, dat zijn uitschieters. <tieks> maar ook toen zeiden we, van, dat zegt ergens wel iets over wat dat team allee, 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 van potentieel heeft. Meteen punten in Bahrein, ook vorig jaar in de eerste race. Dus... Wel dat Magnussen en Hulkenberg nog een van krijgen. Oh, dat denk ik Sowieso. Ook. Ja. Die moments, die komen op die momenten zit ik ook op te wachten. We hebben dat fragment ook van een paar jaar geleden ook. Tijdens de persconferentie. Nee, persconferentie. Tijdens de, persconfer nee, persconfer ja, ja, de interview. Ze moeten ja. er meer zijn. Dat is... ja. Was, was wat Hulkenberg was komen zeggen: de meest. Uh... Oh, weer al de meest onsportieve driver on the grid. En, uh, en Magnussen zei: suck my balls. <laughs> is een, het is echt een prachtig fragment. <laughs> ik vind dat wel een fantastisch antwoord. Ja. Mag niet, als je dat niet verwacht en iemand komt u even uitschijten... Dat is klaar, hè? Ja, dat was zo snel die, ook die, dat het er was. Ik wacht even een shitbox op. <laughs> we zijn nog een serieuze hulkenberg te beklimmen, in ieder geval. Oh. Uh, <laughs> Oké, okay, we hebben nog een uh, kleine of een dikke vijf minuten. Um, Sam, we willen dit jaar terug lekentaal invoeren. Uh, toch minstens één keer per, uh, per aflevering aan de paddock iets uitleggen wat um, autosport leken of mensen die nooit in een auto gezeten hebben in een... Raceauto gezeten, heb ik misschien niet begrijpen. Jij en Mark hadden het in onze studio deze, deze week, deze dagen, over die harde curbs. Mm -hmm. ja, een mens die nooit op een circuit gereden heeft, gaat dan denken: ja, hoezo zijn die curbs harder dan in andere, op andere circuits? Leg dat misschien eens uit wat dat is en hoe je dat voelt in de wagen, wat voor effect mm. dat, dat heeft. Zonder misschien direct technisch te moeten worden, is het misschien interessant dat ik die vraag al doorspeel aan Tom. Ik ga daar dan op aanvullen. Maar wij u oh. wat, wat bedoelde? Ja. <laughs> wat, wat is, is de kurp? Wat? wat is mijn wat? <laughs> nee, wat, 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 hoe komt dat bij u over? Wat is uw interpretatie van harde kurps gevoel? Een harde curb kan, kan in mijn optiek twee dingen zijn. Het kan een heel hoge curb zijn, wat je sowieso moet afblijven. Of soms zijn dat curbs die daar gewoon heel zwaar ribbelen en daardoor meer gaan afremmen of alleen, een ander effect hebben dan dat gewenst. Dus je hebt um, exit curbs die dat je kunt meepakken, omdat als je over asfalt rijdt, die is glad, en dan kun je op exit um, met heel veel tractie veel snelheid meepakken. Maar als je op een curb naar buiten gaat en je begint op een harde curb of een zware curb, dan kun je dat zeggen like dat je wilt, um, en je schuift daarover op de gas, die houden tegen, dus dat remt ook af. Dus een harde curb of een zware curb op de exit, die ga je al proberen te vermijden zoveel mogelijk. Een harde curb op entry of in het midden van een, box, eh, van een, van een bocht. Dat kan zijn dat je die helemaal om het want als je daarover gaat, dan komt die auto volledig in onbalans. Dan is je van alles aan het oplossen dat je eigenlijk niet wou op het moment dat je eigenlijk op de gas wilt gaan. Dus eh, dat is eigenlijk een harde curb wat dat er voor mij betekent. Ja, misschien echt de belachelijkste vergelijking die ik ooit heb gemaakt, maar kwam ineens in mij op het verschil tussen ribble chips en, en platte chips. Het is eigenlijk hetzelfde ja. gewoon. Als je dat opeet, een ribble chips, dat, dat maakt meer geluid, dat kraakt meer, er is meer <laughs> vibratie in je mond. En je gezachtechip, dat gaat er makkelijk in. in. Een in. <laughs> ja, dat wou ik ook eigenlijk niet gezegd met een stofwals, <laughs> ja, het is, maar. Salat, maar wat is gebeurd, wat dat wat veel, gebeurd, wat is wat is veel erger, erger is, dat is grof en asfalt. Want ja. Als die begint op te schijten, dan. <laughs> Klootzak. <zeg. laughs> dat is ergens anders. Zij <laughs> is wat kalm. <laughs> nee, maar, maar, wat maar Asfalt maar, moet er aan de weg blijven. Met op, alle gevoelige ja, mensen. Ja, maar ja, tegenwoordig zeker. Nee, ik denk dat dat klopt wat Tom zegt. Dat is inderdaad het profiel van die curve. Ja. Als die glad is, kun je daar bijna over zweven. Dan zal dat zal niet zoveel impact hebben op het traject waar dus dat je een auto aan het gaan is. En een geribbelde curb: Eigenlijk, je verliest constant contact met het oppervlak, hè, met de grond. En dus die auto die zoekt grip en die springt een beetje meer. En in Bahrein, omdat ik er zelf al een aantal keer gereden heb, is dat heel hard het geval. Ook bij de laatste bocht, je kunt zien... Als je daar eigenlijk te breed gaat, er zijn zo'n richeltje op het einde... Dan kan je een auto echt ineens zo, hop, twee meter ja, naar links springen, je, en dan zit je ineens helemaal erbuiten. Je trekt u ook mee. Je trekt u naar de foute kant, naar de, ja, de, de buitenkant. Een, een zware curb of een, een harde curb, want ik zeg eigenlijk altijd zwaar, of ik weet het niet wat ik eigenlijk in het echt zeg. <laughs> maar dat je erop opkomt, en je denkt van, oké, okay, ik zit juist, en je wilt dan zo nog net zo dat, dat stukje van die curb meepakken, zo, om, om extra ja. snelheid, dan komt je daarop en dan in één keer, rrr, <laughs> shit, en dan komt zo helemaal verkeerd uit. Ja. En dat is het verschil met een, een, een mooie gloeiende curb, waar je echt ja. vol bak kunt overgaan. Waar je dan juist zo met wielen op de piste mm. blijft, om dan eh, maximaal veel te uh, Dat tijd is een beetje een halen. verlengde van, van, van de maar baan. Maar vaak, vaak is dat zo op het Europees circuit, zeker de oude circuit, is dat je een stuk curb hebt dat goed, goed balt. En ja. daarnaast ligt dan een zware curb. En daar proberen dan altijd wat tegenaltjes te dat is. Dat is eigenlijk hetgeen wat je wilt rijden. Ja. Um, die allemaal nieuw, eh, vooral in het oosten circuit dat is dat vaak anders. Dat lijken ze meestal of wel een zware ofwel een, een heel goed bereidbare curb. Kijk, okay. okay. perfecte uitleg. Goed, mooi. Tevreden. Hoe voor de eerste week? Ja, heel goed. vind ik goed. Ja? Um, ja. Hoe lang heb ik nog? Oké, okay, anderhalf minuut. Uh, over twee weken is er een nieuwe grote prijs. Die is heel, ze gaan groener worden, de Formule 1. Dus over twee weken is ze in Saudi-Arabië. Ligt naast Bahrein. Maar ze gaan iedereen eerst naar huis laten vliegen. Om dan terug te komen. Want dat is heel goed voor het milieu natuurlijk. <laughs> ze wo ja, ze worden groener Met Die banden warmen, dat zijn we afgeschaft. <laughs> ja, dat is <laughs> daarom. Ja, ja dan doen ja, ze hebben ja. terug aan marge. Ja. Ze moeten er gaan opwarmen in Engeland. Om die dan terug mee te nemen naar Saudi-Arabië ja. over twee weken. Um, dus over twee weken de grote prijs van Saudi-Arabië opnieuw te bekijken. Op play sports, zaterdag kwalificatie zondag de race, en dan maandag een nieuwe aflevering van de Perrok. Hmm. bent je erbij Sam, of moet je gaan racen? nee nee, ik ben erbij, heb ik nog heel even, 20 seconden nog iets, je hebt nog uh, 50, seconden. 50 seconden ik heb ook nog iets meegebracht voor de Tom uh, om iets aan te ruiken, dat klinkt wel echt een probleem, <laughs> maar we zitten ja, nee. toch al in die richting uh, maar ik heb er iets meegepakt dat hij misschien zal herkennen, want hij heeft pas in de podcast, uh, de wielerpodcast een bekentenis gedaan dat hem... nee, vertel maar Tom, welke bekentenis ik heb, uh, ik heb dus heb eens ene keer echt met heel veel overmacht overmacht te maken gekregen. Ik moest super hard pissen. Ja. En we zaten samen in de 24 uur van Zolder en ja. ik was een dubbele stint aan het rijden. En die auto, dat prototype waar wij ja. mee reden, dat vibreerde heel hard. En zo bam, die, die blaze, ik kom niet meer aan. En blijkbaar ben ik er daarna ingestapt. gestapt. Ik, ik, ik moest nog een uur, ik heb, ik heb het laten lopen. En ik ben daar vorige week te, te weten gekomen. Dus iemand stuurde mij van, heb je het gehoord? En... En weet je wat dat, wat dat eigenlijk wil zeggen? Dat ik een enorme doorzetter ben. <laughs> ik dus was al stond... pissed off, moet ik zeggen. <laughs> Ik Van dat bombshell. Perfecte einde van de aflevering. Tom, dikke merci, Sam. Tot de, yes. over een paar weken. Jullie bedankt om te luisteren. Tot de volgende keer.